krijgen we de eerste start van de Short Track ST2, de zware jongens. En dan gaan we eens kijken. En toen is Jan ook een loopkraag. Maar hier aan de leiding, dan Jan Hoge-Loonstra, dan is het Berry de Vos, dan is het Anne Vos. En daarachter die hele meute van de Jan Hoge-Loonstra zit erachter, zal deze even rustig aan. De eerste punten zijn belangrijk. Nou, ze rijden weg met die twee hoor. En dan is het Anne Vos met daarachter de Berry de Vos. En dan is het Jan Hoge-Loonstra, Harry en Trier, nog één ronde te gaan. En nou ligt Jan ook wel aan de binnenkant. Harry en op de weg. En Jan Hoge-Loonstra, Harry en de drie, Gert-Jan Valk. Heel vallen in die Shortrek ST2. En het is onze vriend uit Dalen op die eerste rij. En dan gaan we eens kijken. Maar het is onze vriend Pascal Swart uit Groningen. Met daar achter de onder aanvoering van Paskowski, maar daar komt hij al. Gert-Jan Valk, daar en achter is het Pascal Zwart en dan zien we alleen maar stof. Maar het is van onze vriend Pascal Sluis en op het Vinkertouw zit Jan Hoge-Loonstra. En Jan Hoge gaat zo van 4 naar 2. Ja, en die gaat mee achter de 3 van Gert-Jan Valk uit Aarlaan. Om toch wat extra punten te kunnen komen. Nou, kijk eens even. Hij rijdt binnen een ronde naar het achterwiel van Gert-Jan Valk. Jan Hoge-Loonstra, Remelmeters, Berry de Vos en daar erachter is het Roy Vosselin. Gert-Jan Valk uit Dame, daar weer achter de 55 van onze vriend Jan Hoge-Loonstra. Op de ST2 machines, de 250 is even intact en we zijn ermee onderweg. En dan is het sprint naar de eerste bocht. En dan is het derde bocht. Valk, Loonstra, de Vos. En dan de jonge dames, wie is het? Die zijn er onder bij Berry de Vos. Die gaan er gewoon aan voorbij. Komt naar een derde plaats. We hebben het al vaak gezien dat als ze helemaal ging de grote open ogen naar de stonden te kijken. Maar als ze die Arai op haar hals heeft, dan worden ze beest, dan verandert ze. Heel dicht bij de kaart. Schouder aan schouder, stuur aan stuur. En dat is wat we weer zien Loonstra. Die denkt op één uur gaan nog sneller. Loonstra op die tweede plaats. Jan Hoge Loonstra. Loonstra, Valk, de Vos, Zwier, Peter, van beneden. Ligt op gang. U mag het zeggen, Harry en Zwier. Oh, 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 nee hè. Ja hè. Nee, het is de tweede Vos aan de lijn.
Harken. Dat is deze keer 7 wilde zien. Aan het voorzijde Harkema. Maar kijk eens, die Harry is mooi op een derde plaats. En ze komt binnen door. Het is Barry de Vos, de 7 aan het bos. Dan is het de 5 van Harry is 4. En Harry is die weg. En daar komt binnenkant de 5 Harry en Swiers. Kijk eens, zo'n jonge dame. Die laat gewoon de heren haar hielen zien. Ja, Gert-Jan Valk zit er ook bij. Jan ook een leuntra. Het is een finale en volgt een kijk eens, daar komt onze mama Jarle. Gert-Jan Valk op Perry de Vos komt bovenlangs. En we gaan kijken, Harry en Swiers is ook nog in bovenland. Maar ook Jan-Oke Loonstra komt er nog weer bij. Ho, ho, ho. Dat gaan die mannen de keer onderaan van die veranderd wordt en harten maken. Dan is het een kampioen van 2016. En dan is het Gert-Jan Valk. Daarachter is het de 55. Jan-Oke Loonstra. En dan de 5. Harry en Swiers. En we missen Barry de Vos. Aan de leiding, nog steeds, Gert-Jan Valk pakken. Dan komt daar ook de 55, Jan op de Loonstra. En we zitten in de laatste ronde. Gert-Jan Valk, Jan op de Loonstra, aan de voet. Dan komt de volgende in de finale. Deze man is de komende in het geel. En is het wederom die kleine Dutselse man uit eruit te wijken. Die in die laatste bocht nog de meters goed maakt. Ja! Het is er gewoon tegenaan. Het is de 55, dan de 3, dan de 7. Ja, dat is